Indische militairen op afstand te houden. De confrontatie liep uiteindelijk goed af. De Oekraïners speelden even later zelfs een partijtje voetbal, terwijl de Russen toekeken. Net voor de middag liet president Poetin nog weten dat de afgezette Oekraïnse president Janukovic voor hem het wettige staatshoofd blijft. Оценка того, что произошло в Киеве, на Украине в целом, оценка может быть только одна. Это антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. С этим никто и не спорит. Кто с этим спорит? Ook in Moskou beslist de gasleverancier Gazprom dat de lage prijs voor gas die Oekraïne kan genieten voortaan voorbij is. Gazprom принял решение не продлевать действие скидки с начала следующего месяца. De aanwezigheid van Russische soldaten op de Krim verdeelt de inwoners van de republiek. Sommigen zijn voor, anderen tegen. Russische войска ходят плохо. Русские войска должны оставаться здесь. Для того, чтобы было спокойствие. Русские войска это гарант безопасности Крыма от всех, так сказать, элементов ненужных, чтобы не было никаких эксцессов, провокаций и тому подобное. Aan een Oekraïense kazerne zijn Russisch gezinde burgers een petitie gaan afgeven om de militairen te vragen zich niet tegen de Russen te verzetten. Ook ons land blijft inzetten op diplomatie. Het kernkabinet heeft de toestand in Oekraïne en op de Krim besproken. Volgens de ministers is een politiek van dialoog de enige uitweg uit de crisis. Maar als Rusland de territoriale integriteit van Oekraïne blijft schenden, het land dus bezet houden zonder toestemming, dan moet de Europese Unie sancties opleggen. Elk volk heeft het recht om te streven naar democratie en eigen keuzes te maken. Ook de mensen van Oekraïne. Zoals president Obama zei, Vladimir Poetin zet zich aan de verkeerde kant van de geschiedenis. De staking bij AGFA-gevaar